Toch zo jammer dat Martijn op mannen valt. Zo lekker in het zonnetje. Goedemorgen. Oh, hey. Eerste werkdag. Ja. Toch? Ja, welkom. Nu gaan we je echt afmatten, dat snap je wel, hè? Ja, snap ik. Kijk, elke collega heeft wel iets geks of iets schattigs. Maar jij bijvoorbeeld bewaart elke uitzending die ze heeft gemaakt van het nieuws op papier. En legt ze dan zo. Mag je ook niet verplaatsen of weggooien. Dat is gewoon haar dingetje. Ik vind het heel leuk. Als ik naar huis ga, gooi ik het weg. Maar dan heb je toch nog iets tastbaars. Ik snap dat wel. Het is eigenlijk alleen maar... Het is gewoon trillende lucht. Ja, het loopt steeds meer als ik. Hè. Gisteren ja, al die rare schoenen en nu... Hoe komt dit? Ja, weet ik niet. Het is gewoon... Het is op. Meestal knappen ze namelijk hier. Nou, dat zat er ook aan maar te komen. Heb je het nog met guldens afgerekend? Of, ik moet nog wel naar huis. Hè. Ik moet dus nieuwe van die orthopedische gehandicapte schoenen uitzoeken. Dit lijkt me veel lekkerder zitten. Wat? Welke? Deze. Ja, die Pieter van de KRO NCV heeft van dit soort schoenen. Ja, nee, maar wacht even. Pieter heeft gewoon... Pieter is een Nike-sled. Is het zo? Ja, hij is altijd een Nike, hè? Oh ja, ik kende die term helemaal niet. Ja. Maar ook als hij iets aantrekt, dan staat het meteen ook al mooi. Kijk, ja. Je moet wel ook bij voorstellen dat iemand heel moeilijk loopt, hè? Ja. Maar is het natuurlijk ook sportief? Ja, maar dan geript. Het is gewoon, ja. Maar mogen ze dat doen? Nee, natuurlijk niet. Het is alsof je een standaard op je fiets hebt en een ANWB-wegenmap ja, en een picknick. En die helemaal onderin, deze? Dit zijn wel een beetje Ruud-schoenen. Ja, het is wel hetzelfde met die gaatjes ook voorin en zo. Kijk, als jij het aan en denkt, ja, dat is best hip. Ja, volgens mij is dat gewoon het probleem. Je moet gewoon hip zijn, dan kan je alles aantrekken. Nee, dat is niet waar. Als je gaat bowlen, is dit wel mooi. Dit trek je toch niet aan? Nee. Jij zou zeggen deze. Ja, daar blijf ik toch bij. Hoi, welkom bij de Do-It-Yourself. Hoe maak ik een slipper weer heel? Ja, dus, je hebt een slippertje gemaakt. Hier, ja, mijn eerste slippertje. Ever. Hier. Het is gaffer tape, oh, gaffer tape. Ik knip dit er wel uit, anders worden al die technici boos. Het is gaffer tape. Ja. Ik ga laten zien dat het ook werkt. Dat heb ik dus nog niet gedaan. Hier, het is gewoon een soort thuisbrengertje heet dat toch? Ja. We hebben een appje binnengekregen, ik ga hem even voor je terughalen. Er werd gestuurd rond iets over 4:30, daar is hij dan. Anita, toch zo jammer dat Martijn op mannen valt. Van Anita. Val jij op mannen? Zaterdag is hard werken. Mannen nodig. Hey joh, dat is alleen maar voor de vlog. Subsidie in de vlog. Hallo Gerda. Hallo Els. Wat is dit? Sla. Wat zit er voor kaas bij? Ierse kaas. Hoe smaakt jouw bonenburger? Precies zoals je verwacht dat hij smaakt. Heel melig vooral. Hoe smaakt die Ierse kaas? Iers. Muf. Ik ben er dus nog steeds niet uit met die orthopedische schoenen. Maar misschien kunnen jullie meedenken. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. En misschien kunnen jullie dan in het reactievenster achterlaten welke schoenen ik zou moeten nemen. Dat zou ik echt heel fijn vinden. Vind jij dit ook een fantastisch filmpje? Doe dan een duimpje omhoog. Speciaal voor Martijn. Dankjewel. Haha. En hier komt nu zo'n pling. Pling.